Goedendag. Een prachtige foto om deze weerpresentatie mee te starten van lichtende nachtwolken. Die waren vannacht weer zichtbaar op zo'n 80 kilometer hoogte ontstaan. Die van die mooie ribbelstructuren, dus ze lijken haast licht te geven. Vandaar natuurlijk ook de naam lichtende nachtwolken. En wil je daar ook meer over weten, dan hebben wij een explainer voor je klaarstaan om die te bekijken. Om te kijken hoe dit prachtige fenomeen ontstaat. En ook komende nachten is er echt nog wel kans op om dit te zien. Dus ga er vooral even op uit als je daar tijd voor hebt. Nou, dan even naar het weer van vandaag. We begonnen de dag nog zonnig op heel veel plaatsen. Maar die bewolking is vanuit het zuidwesten toch wel wat dikker geworden. En her en der valt ook een enkele bui. En die buien daar krijgen we vandaag en morgen toch ook nog wel mee te maken. Maar daarna staat er echt wel een heel ander weerbeeld op het programma pak ik even de weerkaarten bij van dit moment. We zien een lage drukgebied net ten zuidoosten van Nederland. Als je de animatie aanzet, zien we dat daar ook die buigheid vandaan komt. Met name vannacht kunnen die buien flink gaan activeren en die trekken dan naar het noorden uiteindelijk weg. Ook morgen overdag nog enkele buien, waarschijnlijk met name in de oostelijke helft van het land, kan dan ook wel een klap onweer gaan voorkomen. Zaterdag dan ook nog wel enkele buien mogelijk, dan met name in het zuiden van het land. Maar daarna zien we het al. Die wolken die lossen op. Hoge druk gaat veel meer invloed uitoefenen. De stroming wordt bij ons oostelijk. En daarmee is dat het startsignaal voor een zomerse periode die eraan zit te komen. Nou, eerst nog even de weersymbolen voor vanmiddag. De temperaturen zo tussen 17 en 22 graden. Dus die toenemende kans op buien vanuit het zuiden. De wind die is oostelijk en matig van kracht. Tussen die buien door is er wel gewoon ook nog ruimte voor de zon. En het noorden houdt het waarschijnlijk ook wel tot aan de avond droog. Nou, vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 15 tot 19 graden in het oosten en zuidoosten. De meest stevige exemplaren qua de buien. En vannacht trekken die buien dus verder noordwaarts, daar ook kans op een rap onweer. Minima komen zo uit tussen 13 en 15 graden. En de wind die waait nog steeds uit het noordoosten is zwak tot matig van kracht. Morgen, dan moeten we natuurlijk weer voetballen in de avond tegen Frankrijk. Ik denk waarschijnlijk dat we dat wel onder droge omstandigheden kunnen gaan doen... Eerst nog even het weerbeeld in de middag. Dan hebben we dus nog wel met die buien te maken. Met name in de oostelijke helft. Daar kunnen ze ook wel pittig uitpakken. Tussen de buien door, wel ook gewoon droge momenten. Dit zijn de maximaal 18 tot 21 graden. Maar als je net even onder zo'n buienstrook zit, dan kan die temperatuur makkelijk zakken naar de graad of 15. In het westen, daar dus ook de meeste droge momenten. In de avond, op veruit de meeste plaatsen gewoon droog. En ook nog enkele opklaringen. Dus om 9 uur kun je waarschijnlijk gewoon droog die westen uit gaan kijken. En de wind is overwegend matig, is westelijk en later ook nog noordoostelijk. Dan pak ik nog even de eerste dag van het weekend erbij. Is het best een prima dag in grote delen van het land, 20 of 21 graden, een mix van wolken en zon. Hoe verder zuidelijk, hoe meer kans op bewolking en ook hoe groter de kans nog op een enkele bui. Maar daar ook later op die zaterdag nog wat meer ruimte voor de zon. En er waait daarbij op dat moment nog een matige wind uit westelijke richtingen. Maar die gaat de dagen daarna dus veranderen van richting. Op zondag al een graad op 23. De dagen daarna in de nieuwe week gaan we naar 24, 27 en op woensdag zelfs 28 graden. En dat zijn gemiddelde waarden. De wind die gaat daarbij dus draaien naar het oosten. Daarmee wordt droge lucht aangevoerd. Dat betekent dat wolken weinig kans maken om te gaan ontstaan. En dus veel zonnige momenten. En dan pak ik even ook de kans op zomerse warmte en tropische warmte erbij. Dan zien we daarin duidelijk die piek. Die waarschijnlijk maandag, dinsdag en woensdag gaat plaatsvinden. Een grote kans dat we in ieder geval zomerse dagen gaan halen van zo'n 25 graden. Maar er is zelfs een kleine kans dat we die tropische 30 graden gaan halen. Regionaal is de kans natuurlijk nog wat groter. Dit geldt voor de regio midden. In het zuiden en zuidoosten zouden we zomaar eens richting die 30 graden kunnen gaan. Maar goed, hoe lang gaat dat dan volhouden, hè? dat stabiele weertype? Dat zien we toch ook wel goed terug in deze neerslaggrafiek. Eerst is het toch grotendeels droog, tot en met woensdag. Maar vanaf donderdag toch wel die toenemende kans op wat wisselvalligheid. Lage drukgebieden komen dichterbij. We komen echt weer op die scheidingslijn te liggen van de warme lucht en de koude lucht. En het zou wel eens een explosieve situatie kunnen gaan worden richting het einde van volgende week. Met kans op onweersbuien. Het is nog wat onzeker. Maar na die stabiele periode lijkt er dan toch wel weer wat wisselvalligheid te komen. Maar die warmte die lijkt ook dan wel stand te gaan houden. Tot de volgende keer.